Royal Haskoning DHV heeft het interactieve digitale iReport opgezet. Het is een makkelijk toegankelijk rapport wat voor een hele grote en brede doelgroep te gebruiken is. Wat we in de iReport doen is eigenlijk zoveel mogelijk informatie proberen over te brengen via visuele manieren. En dan kun je denken aan filmpjes, tabellen, aan kaartmateriaal waar je kan inzoomen, uitzoomen. Dus op die manier zijn er heel veel mogelijkheden om informatie visueel aan mensen te presenteren. Nou, wat je ziet is dat bestaande rapporten altijd steekkarretjes vol met informatie zijn. En dan moet je als bestuurder of als geïnteresseerde moet je maar net weten waar de informatie staat die je zoekt. En wat je met iReport bereikt is dat mensen heel gericht de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Nou, wij zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw mobiliteitsplan voor de regio. En daarom willen we ook alle data die wij beschikbaar hebben als overheden ook delen met die omgeving. Zodat ze zeg maar, die gegevens ook kunnen bekijken, aanvullen, bewerken. Dus een iReport kan ons helpen om die informatie digitaal te ontsluiten. De hoofdlijn van het verhaal is heel snel te zien en te begrijpen. Daar waar extra informatie nodig is, dan heb je één laagje eronder en daar vind je de meer specifieke informatie. En dan gebruiken we slechts een klein stukje tekst vaak om die visuele informatie verder te verduidelijken. Nou, wat je ziet is dat die corridor Rotterdam-Antwerpen is echt een heel belangrijke corridor. Dat is een belangrijk economisch gebied. Daar moeten we natuurlijk de economie verder van versterken, de verbindingen verbeteren. Daar zijn we in die corridor mee bezig. En het iReport draagt eraan bij om de juiste informatie te hebben, zodat we straks ook goede beslissingen kunnen nemen. En ik denk dat dat echt een enorme stap voorwaarts is. Ik verwacht het ontwikkelen van beleid bij een overheid dat het gemakkelijker zal gaan. Dat je nog meer input van de burger kunt krijgen. Ik denk dat je vanaf het eerste begin al heel makkelijk mensen de vragen kunt stellen van waar heb je problemen of wat zijn je wensen in een wijk of in een straat. Het bereik zeg maar, voor de mensen die je spreekt wordt gewoon veel en veel groter met een digitale omgeving. Ik denk dat in ieder geval binnen Royal Haskoning DHV alle soorten rapportages die wij hier maken van haalbaarheidsstudies, verkeersstudies, hele technische studies, milieustudies. Eigenlijk zou ik geen projecten kunnen bedenken waar je iReport niet zou kunnen toepassen.